Hartelijk welkom mensen, allemaal weer op deze Sabbatmorgen. Een gezegende Sabbat toegewenst, dat we met z'n allen een fijne eredienst mogen hebben. Dan zijn we mooi begonnen, als u het lied kent. De ware kerk des Heren. En God gaat naar zijn dienstmaagd om te zien. Dat is nogal wat we zingen daar met z'n allen. En daar gaan we toch ook over spreken met z'n allen. Dat is heel interessant hoe God zijn verlossingsplan voor al die volkeren heeft geleid. En ook voor het letterlijk Israël. Maar we willen eerst met z'n allen Psalm 118 zingen. Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden. Dat komt eerst. Voordat we in de hemelse gewesten mogen intreden. Nieuwe hemel, nieuwe aarde straks ook. Dan worden we eerst benauwd. Laten we daarom zingen Psalm 118, vers 3. De verdrukking komt, maar de Heer zal mij getrouw behoeden. Behoeden staat er natuurlijk, gerijmd, maar behoeden. Geweldig mooi. Wat zal een nietig mens mij doen? Niemand kan u iets doen. Indien, op voorwaarde, dat gij Gods geboden houdt in uw hart hebt. We gaan eerst met z'n allen de Heer zoeken in gebed. Zulbelijdenis doen, u weet hoe dat moet. Recht gij door geloof, waar we continu mee bezig zijn. Maar ook met het volk Israël, die drie volkeren die bij elkaar komen. Wilt u samen daarom met mij de Heer zoeken in gebed? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. We komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we een goede week mochten genieten. Misschien andere mensen een pijnlijke week, omdat ze geliefden hebben verloren, wat dan ook maar. Want er komt een hele ernstige tijd aan. Benauwdheid hebben we ook gezongen. Maar we kunnen ook behoed worden en bewaard worden door uw kracht. Wilt u daarom alstublieft onze fouten en gebreken ook vergeven die we hebben gedaan? Want we willen zo graag rein, heilig voor u staan. Het is altijd nog niet zo makkelijk om ons karakter zo naar uw geboden en naar uw voorbeeld te veranderen, lieve Heere Jezus en lieve Vader in de hemel. Wilt u daarom onze fouten en gebreken vergeven? En nogmaals, wees bij die mensen die verdriet hebben, omdat ze geliefden hebben verloren, omdat ze zelf verdriet hebben in ballingschap, op wat voor manier ook maar zitten. Door de familie, dat kan geestelijk zijn, maar dat kan ook letterlijk zijn. In gevangenis. Heere, dat ze uw woord in hun hart mogen meedragen.
Dat ook uit kunnen leven. Getuigen mogen zijn op wat voor manier ook maar. We bidden, we smeken daarom van u. Wilt u bij ons zijn, ook in deze eredienst. Met uw Heilige Geest. Dat wij toch heel goed nu eens gaan begrijpen wat Romeinen 11 echt inhoudt. Wat die genade echt inhoudt. Hoeveel daar in Romeinen 11 staat geschreven. Wat we ook veelvuldig al hebben behandeld. Want dat nu veel bij elkaar komt. Wilt u met uw Heilige Geest daarom bij ons zijn? Wilt u ons genadig zijn, lieve heren? Want alles is aan u gelegen. Niet aan ons mensen. Maar aan u. Dat bidden we van u. Om Christus Jezus, Vader in de hemel. Omdat hij, onze geliefde Heiland, zoveel voor ons heeft gedaan. Eeuwig dank daarvoor, lieve Heer Jezus. En dat u, lieve Vader in de hemel, uw Zoon hebt prijsgegeven voor ons. Om ons te redden van deze wereld. Maar daar is wel iets voor nodig voor ons. Dan hebben we keuze voor te maken, voor u. Verantwoordelijkheden te dragen. Dat bidden we van u. Om Christus Jezus wil, Vader in hemel, nogmaals weer. Amen. Geweldig mooi als wij toch mogen beseffen wat die geboden in ons hart doen. Wat die teweeg brengen in ons hart. Is het zo niet? Ja, echt teweeg brengen. Want als er niets in u gebeurt en u zegt, ja, wij kunnen niets aan onze verlossing doen, wat dan? Nou, dan kunt u hem stellen, dan bent u verloren. Dan kunt u gewoon één op één stellen. Want dan doen die geboden er natuurlijk ook niet toe. Ja, u moet wel vriendelijk zijn. U moet wel liefde betonen. Het is allemaal aardse liefde. En u moet natuurlijk ook wel een beetje die geboden houden. We moeten ook niet stelen. We moeten ook niet op wat voor manier iemand doodslaan. Doodslaan kan ook geestelijk. U moet opletten hoe dat verlossingsplan in elkaar zit. Niets kan u verwaarlozen in uw gedachten of in uw doen en laten. Want dan houdt u de geboden niet. Dan bent u niet een getuige voor Jezus Christus. Als u ook maar iets teniet doet of verwaarloost van Gods onfeilbaar woord. Laten wij daarom Exodus 20 gaan lezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit deze nieuwe wereldorde, uit deze totale reset, noemen ze dat ook wel eens, uit het diensthuis uitgeleid hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Pas op die wereldheersers. Wij moeten doen wat zij zeggen. Niet wat God zegt, nee, wat zij zeggen. Zij willen alles onder controle hebben. We hebben straks niets meer en we zijn zo gelukkig omdat we niets meer hebben. En dan staan we inderdaad onder controle van wereldheersers. En daar in vers 5 staat het ook. Gij zult u voor die niet buigen. Let eens op wat voor manier ook maar. Nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dus ook na het titel Rijksgebied, Heer Jezus, erkennen in de geboden. En met name natuurlijk ook de Sabbatdag. Dan doet de Heer ook barmhartigheid aan u. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Dan hebt u een enorm probleem. Gedenk aan de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen, let eens op, 6 dagen, heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is en hij rustte ten 7e dag, naam, titel, rijksgebied. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ook niet geestelijk, zoals al gezegd. Gij zult niet echt breken,
ook niet kijken naar een vrouw, zoals de Heer Jezus dat benoemt. Gij zult niet stelen, ook niet belasting ontduiken. Ziet u, dat hoort er allemaal wel bij. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Roddel, achterklap, een ander zwart maken, op wat voor manier ook maar. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets. Alles bijeen besloten dat uw naasten is en van uw naasten is, kunnen we dus stellen. Amen. Prachtig mooi, die wet in ons hart te krijgen. De geboden van God, die willen wij graag houden, die willen we graag doen. Lieve Heer Jezus, help ons alstublieft mee. En dat doet de Heer, hij helpt ons. Daar hebben we een Bijbel voor, daar hebben we het woord voor. En dan gaan wij weer naar Romeinen 11. Een enorm mooi hoofdstuk, een middelpunt hoofdstuk in de eindgeschiedenis. Want zo zijn we ook geëindigd. Maar, in vers 4 bijvoorbeeld in Romeinen 11, maar wat zegt tot hen het goddelijk antwoord? Uit de Bijbel vandaan. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld, dus het tussengezet, maar het klopt wel mooi, van Baal niet gebogen hebben. Aanbidding van het beest of zijn beeld. Dus, nu gaan we verder. Let op, Paulus spreekt in de periode van Elia. En dan zegt hij in vers 5, en daar zijn we gebleven, alzo, als in Elia's tijd, juist in die derde hervormingsperiode, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd, nu moet je opletten, deze tegenwoordige tijd, het eindtijd van het letterlijk Israël, de eindtijd van het moderne Israël en de eindtijd van het, kom hier helemaal op het eind, van het geestelijk Israël, een overblijfsel geworden is gemaakt. Hoort u dat? Na de verkiezing der genade, niet verkiezing voor verkiezingen en enzovoort. En wij zijn uitverkoren als volk. Dat moet nog allemaal blijken. Want die 144.000 worden uitverkoren, worden eerst gemaakt. En hoe gemaakt? Als volwassen persoonlijkheden met een volwassen karakter. Gelijk en volledig op Jezus Christus. Zo worden ze gemaakt. En dat gebeurt in 3 volkeren, zoals u begrijpt. Dat wordt het 4e volk ook genoemd. Ja, dan wordt het natuurlijk totaal anders. Want het staat hier heel goed hoor. Naar de verkiezing der genade. En hoe zit die genade met elkaar? Dat moeten we natuurlijk heel goed weten. En daar gaan we ook op in. Ik lees een klein stukje verder. En indien het door genade is. Genade komt alleen maar van God. Wij hebben geen genade in ons. Dat denken we wel, dat we genadevolle mensen misschien zijn. Maar dat zijn we niet. Niet zoals God. Zo'n grote liefde heeft God voor ons mensen. En hij is dus door de genade is, zo is het niet meer uit de werken. Dus die hele katholieke doctrines of wij worden door werken gered, is een totale leugen. Een groot bedrog en een gigantische vervalsing. Dus niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. Logisch, als het genade is. Alles krijgen wij van God. En daar speelt zich een hele hoop in ons leven af. En, nu draait hij het 180 graden om, want hoe doet hij dat dan? En, indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Dus hij draait alles om natuurlijk, geweldig, mooi. Wat Paulus hiermee zeggen wil, en dat gaan we nu ook onderzoeken, is, lieve broeders en zusters, u kunt niets uit uzelf, helemaal niets. Alles hebben we vorige eredienst ook besproken natuurlijk in Jezus de Wens der Eeuwen. Alles komt uit de Heilige Geest, uit God vandaan. En dat is wat we nu eens even beter willen onderzoeken. Echt beter willen onderzoeken, want anders gaan we dingen niet begrijpen. Echt niet goed begrijpen. Laten we maar starten. En met name willen we starten. Natuurlijk in de Bijbel, de eerste vers hebben we gelezen, maar in Bijbelcommentaar. En dat is Bijbelcommentaar 5:27. 5:27, u weet alles al, u hebt al veel bestudeerd, maar we willen dat nu toch een beetje op een rijtje zetten. En vooral,
5:27 heb ik gezegd. Vooral, hoe zit dat met die genade, met die werken? Ik heb heel vaak al tegen hem gezegd, praat niet over werken, als we iets doen, zijn dat vruchten van de geest. Nou, dat wil ik eerst er even voor u ophalen. 5:26, helemaal onderaan zit een regeltje, maar 5:27 staat het belangrijkste gedeelte. Helemaal onderaan, punt 20 is dat. Het grootste werk in de wereld, hoort u dat? Werk, aha. Al het goede in mannen en vrouwen is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. Want dat hebben we vorige keer goed besproken, maar nog even ter herhaling. Daar staat, de geest leert u en mij ons gerechtigheid in ons leven te openbaren. Dus zelfs gerechtigheid, oprechtheid hebben we niet eens in onszelf. Ja, sommigen hebben wat meer oprechtheid dan een ander, zijn ze wat mee geboren, dat zou kunnen. Maar zelfs die, onze gerechtigheid, gerechtigheid is wetbetrachting, in ons leven te openbaren, doet de Heilige Geest. Het grootste werk dat in onze wereld gedaan kan worden, nou moet je opletten, is het verheerlijken van God. En hoe dan? Door het karakter van Christus uit te leven. Karakter is de wet van God. De wet van God is het karakter van God. God zal alleen diegenen, oei, daar komt er iets bij, vervolmaken. Dus het overblijfsel wordt na de verkiezing geworden, vervolmaakt. Hoort u dat? Vierde definitie, karakter, volwassenheid. Diegenen volmaken die bereid zijn het eigen ik te doden. Is niets meer in uzelf. Ik herhaal hem nogmaals een keer weer. Ik ben zo dom als olie. Nou, zo moet u beginnen. Dan heb je een goede start in elk geval. Ik kan niets uit mijzelf, helemaal niets. Maar wel, door de genade van Jezus Christus, door de Heilige Geest, dan komt er iets uit. Dan komt iets uit. Hij volmaakt ons dan eerst, en dan komt die genade gaan. En dan moet u wel bereid zijn uw eigen ik te doden. Zij die dit willen doen, dus een keuze maken, eigenlijk willen doden, kunnen zeggen, toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Niet ik moet op een preekstoel, ik moet op het podium, ik moet dit doen, ik moet dat doen voor God. Ik wil ook loon naar werken krijgen, ik wil ook. U begrijpt het niet, dan begrijpt u het echt niet. Toch leef ik, dat is niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nu zijn we. Dat is de kern van waar we hierover spreken als eerst. En u moet dat allemaal zelf nog maar eens goed dooronderzoeken. Want ik heb wat teksten natuurlijk erbij opgezocht. En dan willen we ook even naar Efeze 4 vers 7. Want in Efeze 4 is dat ook heel duidelijk gezegd. Door Paulus natuurlijk. Dan komen ook wat dingen bij elkaar. Efeze 4 gaan we naartoe. Dat moeten we ook even meenemen natuurlijk. Dat zal ik u straks noemen. Efeze 4 vers 7. Daar staat maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gaven van Christus. Dus Christus heeft verschillende genadegaven en die geeft hij ons. Dat kunt je ook weer heel nadrukkelijk in Korinthebrief hoofdstuk 12 weer terugvinden. Maar even verder. Vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Van allerlei soorten gaven. Vers 11, dan zien we dat ook. En dezelfde heeft gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. Tot, dan komt hij weer, tot de volmaking der heiligen in die eindtijdgeschiedenis. En dan wil ik ook vooral even met u naar Efeze 1 vers 10, daar gaan we naartoe, om in de bedeling, let op, om in de bedeling van de volheid der tijden, oei, dat is interessant, daar komen we straks ook op, de volheid der tijden, wederom alles tot één vergaderen in Christus, beiden, dat in de tempel is en dat op aarde is. Efezebrief was voor 144.000, weet u het nog? Dus hier gaan wij als het ware naartoe. In de Romeinen 11. Alles bijeen te vergaderen. Alles moet opnieuw ingeënt worden. Op één volk, nou dat hoort u straks allemaal, dat ene kleine volkje.
dat moet nog een overblijfsel uitkomen voor die zondagswet. Maar dat voert nu even te ver, komen vooral volgende eredienst op. Maar neem die ook vooral mee. En dan kunt u ook naar Efeze 3 vers 7 toe gaan, dat is ook heel interessant. 3 vers 7, daar staat, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Dus God geeft kracht aan Paulus. En dat is de genade Gods. Komen we straks ook op. Dat lezen we nog. Dus al deze tekstjes moeten we een beetje vasthouden. Dan komen we straks heel in het bijzondere allemaal op. En dan gaan we naar Bijbelcommentaar 414. Want hoe kan het nu? Hoe kan het nu dat Israël zo gevallen is? Was de achtergrond. En u moet altijd opletten. Er zijn twee verbondsvolken. Dat weet u ook. Het letterlijke Israël, oude verbond en moderne Israël. En dat is het nieuwe verbond. Vroeger dacht ik ook, dat is het nieuwe verbond staat bij het geestelijk Israël, 34 na Christus. Maar als u goed onderzoekt, dan ziet u dat het een beetje anders ligt. Die komen nog in het nieuwe verbond. U kunt zeggen dat dat bij 34 na Christus staat, maar het is niet helemaal bijbels correct. U mag het zeggen, ik heb het vroeger ook gezegd, is niet erg, maar wij zijn nu echt bijbelstudenten dat we dat veel beter weten. Dus wij gaan naar bladzijde 414 toe, bijbelcommentaar. Want, we lezen heel goed in Romeinenbrief natuurlijk, dat wat is daar allemaal niet misgegaan? Onvoorstelbaar, Romeinen 11. Dus vandaar is het wel noodzakelijk om dit allemaal natuurlijk gigantisch goed tot ons door te laten dringen. En daar is die voorstudie ook enorm belangrijk voor. Hebt u dat niet gehad? Ja. Wat kunt u dan nog van uzelf verwachten? Van uzelf? Het is bijna zo dat u een waardeloze blijdenis hebt. En dat gaat ook gebeuren. Want dan staat er bovenin. Al die teksten hebben we allemaal op Romeinen 11 van toepassing. Dus deze ook. Daarom komt het aan 414 bovenin, eerste alinea. Onze blijdenis is waardeloos, broeders en zusters, als we niet in Christus, Jezus, onze heiland, blijven. Daar zitten ze voorwaarden, blijven. Want wij kunnen geen levende takken spreken we straks over, in die heilige takken, volgende eredienst, levende takken zijn, als de levengevende eigenschappen van de wijnstok niet in ons aanwezig zijn. Dus u kunt niets uit uzelf. U kunt geen getuige zijn van uzelf. Wel van Christus, maar dan moet Christus wel in u blijven. In de echte christen, de ware christen, wordt ook wel gezegd, zullen de eigenschappen van zijn meester zichtbaarder zijn. Van onze heiland dus, in u en in mij. En als wij de genade van Christus in ons leven en karakter weerkaatsen, vorige keer ook over gehad, de wet van God weerkaatsen in u, en ook dus die genade van Christus, ongeacht wie u bent, een evangelist of een werker voor de Heer, of een herder of een discipel, of een, maakt niet uit, die genade van Christus dus ook weerkaatst in ons leven en karakter weerkaatsen, heeft de Vader ons lief. Geweldig, geweldig, dat is mooi. Onze Vader en zijn Zoon hebben ons lief. Zoals hij zijn Zoon lief heeft. Onvoorstelbaar. Dus dan zijn we zonen en dochters van God de Vader geworden. Als deze voorwaarde is vervuld. En hen die voorgeven dat zij in de tegenwoordige waarheid geloven. Nu moet je opletten. Nieuw licht geloven. Vijfde hervormingsperiode was Christus nieuw licht. Zesde hervormingsperiode waren millerieten, vooral zuster White, nieuw licht gegeven. En in de zevende hervormingsperiode waar we nu in leven, hebben we ook nieuw licht. Dus let op. In de tegenwoordige waarheid geloven, het nieuw licht dus, zullen wij een voorspoedige gemeente zien. Komt hier iets bij elkaar? Een voorspoedige gemeente. De vierde gemeente zien. Want haar leden leven niet voor zichzelf. Eigenlijk was dat dood. Maar voor hem die voor hen gestorven is. En zij zullen vruchtbare, komt hij, vruchtbare takken zijn. Nou, dus spreekt Paulus hier natuurlijk continu over. Vruchtbare takken zijn.
aan de levende wijnstok zijn natuurlijk, staat er. Dus, nou, en dan een stukje verder, dit neem ik toch nog even mee. Punt 10. Licht brengt blijdschap. Waarheid brengt dus blijdschap. Nieuw licht brengt dus blijdschap. Dat klopt hoor. Als het licht van de hemel op de mensen schijnt, zal zijn gelaat het blijdschap uiten van de Heer die in hem leeft. Dat is belangrijk. De aanwezigheid van Christus uit het leven maakt mensen treurig en doet hen, dat wordt heel gevaarlijk, twijfelen. Dan staat u aan Satans kant. Hè? Bij de commentaren 3:16, 3:56, weet u nog. Het gebrek van de christen maakt zijn gezicht droevig. Er zijn mensen in Europa al die een boos gezicht. Dat zien we heel op in de gereformeerde kerkenomgeving gebeuren. Ja, want God is, nou, dat is een torende God. Dat is verschrikkelijk. Nee, God is een blijmoedig God, maar die wil ons redden. Maakt zijn gezicht droevig en hun leven bestaat uit één lange pelgrimstocht van tranen. Ja, alles wat er overkomt, dat is zo verschrikkelijk. Kijk, dat is de toorn van God. Lieve broeders en zusters, dit is een beangstigend leven, vind ik dat. Blijdschap is de kern van Gods woord voor allen die hem aanvaarden. Omgekeerde dus. Waarom? Omdat zij het licht des levens hebben. Nieuw licht uit de Bijbel vandaan. Uit de geestelijke profetie vandaan. Samaritaanse vrouw bij de Jacobusbron. Die had ook het licht des levens. Licht brengt blijdschap en vreugde. En die vreugde komt tot uiting in het leven en het karakter van Jezus Christus. Maar, nu moeten ze opletten. Die mensen die dat niet hebben, zeker niet willen. Oei, dat wordt gevaarlijk. Moet eens lezen. Volgende linie. Ook een bladzijde 414 bij de commentaar. Onthoud, twee grote tegenstellingen. Geen voorziening voor opzettelijke blindheid. Oei, let op. Zij die de kans hebben de waarheid te horen, met name natuurlijk de Joden toen en zevendaagse Adventisten nu, want die hebben de geestelijke profetie erbij, hou er rekening mee. Dus. En te begrijpen, met de gedachte dat zij niet aansprakelijk zullen zijn als ze deze niet horen. Dus net doen of horen we het niet, daar heb ik niets mee te maken. Oh, nee, ik zit in de gereformeerde kerk, of ik ben evangelisch, ik wil niets met die leer van de zevendaagse Adventisten te maken. Niets. En u hoort soms iets, straks vooral als die luide roep komt, nee. Ja, dan wordt u heel gevaarlijk. Zullen door God even schuldig worden beschouwd, alsof zij de waarheid hadden gehoord en verworpen. Is het einde voor u daar? Er zal geen verontschuldiging zijn voor hen die de dwaling kiezen. Dus licht verwerpen. Terwijl ze hadden kunnen begrijpen wat waarheid is. Jezus heeft door zijn lijden en sterven verzoening tot stand gebracht voor alle zonden, let op alle. Van onwetendheid. Onwetendheid. Dus een heel andere criteria komt er dan bij kijken. Maar er is geen voorziening voor opzettelijke blindheid. Nou, dan gaan we verder naar onderen. Mensen gaan weerstand bieden. Lees dat allemaal door, je kunt het downloaden. En wat staat er dan? De onderste alinea, alinea kan ik niet zeggen, drie regels van onder, zij die zich, helemaal rechts aan de kantlijn, zij die zich bewust daar plaatsen waar zij niet de kans hebben de waarheid horen, zullen gerekend worden tot hen die de waarheid hebben gehoord. Hoort u dat? Zij die zich bewust daar plaatsen, bewust dus, hè? U bent op de hoogte, plaats zich ergens anders. Waar zij niet de kans hebben de waarheid te horen, dus dat hebt u met opzet gedaan, zullen gerekend worden tot hen die de waarheid hebben gehoord. Dus u had de waarheid kunnen horen. En hardnekkig aan de bewijzen ervan weerstand hebben geboden. Dat is duidelijk. Het licht dat geschenen heeft, zal veroordelen. Nou, dan mag u dat allemaal doorlezen. Lees vooral. God sluit geen compromis. Erg genoeg, dat hele hoofdstuk 15 van Johannes. Johannes Evangelie is wel te verstaan. Lees dat allemaal door. Dan komt hij er steeds beter in. Dat is echt een opdracht wat ik u advies over wil geven.
En dan kunt u zelf ook nog nazoeken, Romeinen 7, vers 27 tot 31. Door geloof niet door werken. Pak hem er voor uzelf bij, want u bent de Bijbelstudent, studenten, dus dat doet u. En dan gaan wij naar bladzijde 401 van Bijbelcommentaar. U wil die dingen die we hebben gehad, kunt u zelf nog nazoeken. En ik heb wat opdrachtjes hierin. Want liefde, 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 geen gevaar. Nee, dat ligt anders. Dat weet u, maar ik neem hem vooralsnog mee. Hoofdstuk 12, bladzijde 401, onderaan. Liefde en talent, hand in hand. Aha, dus liefde voor God, let op, liefde voor God en uw medemensen en uw talenten. Vruchten, mag u ook zeggen, van de geest, maar u hebt een talent gekregen van God. Hand in hand. Zuivere, geheiligde liefde, daar staat het nou bij, geheiligde liefde van God, die tot uiting kwam in het levenswerk van Christus, dat was goddelijke liefde, goddelijke natuur was hij heel achter, moeten wij ook, is als heilige balsem. Zo moet je ook werkzaam willen en kunnen en mogen zijn, dat kan allemaal. Evenals een geopende kruik balsem, een kruikje weet u nog, gerechtigheid door geloof, heb ik u allemaal verteld. Balsem vervult ze een geheel huis van welriekende geur. Maria Magdalena. Welsprekendheid. Meerdere kennis van de waarheid. Uiterlijke toewijding. Zeldzame talenten zullen even welriekend worden gemaakt door Jezus Christus. Snapt u dat? Als de geopende kruik met zalf. De Heer Jezus kan u gebruiken als zijn getuige. Als ze gemengd wordt met geheiligde, let op dit woordje, geheiligde weer. En met in het bijzonder ook nederige liefde. Dus dat ik en ik en ik, nee, nederigheid en geheiligde liefde. Ziet u die twee bij elkaar aan de kool? Dat is mooi. Maar de gaven alleen, bekwaamheid alleen, de kostbare talenten alleen, kunnen nooit de plaats van de liefde, van die goddelijke liefde innemen. U kunt die buurvrouw, buurman heel lief hebben van alles voor hem of haar doen. Tuurlijk, dat is menselijke liefde. Maar als het uit goddelijke liefde ontstaat, dan gaat het heel anders. Dan gaat het heel iets anders spelen in uw verstand, in uw hart. En dan is die hardnekkigheid er ook uit. Of die gaat eruit, laat ik het zo maar stellen. En dan nog één belangrijk ding. Die wil ik ook vooral voor u meenemen. Dat is bladzijde 513. Dat is een beetje een samenvatting daarvan wat we nu hebben besproken. En die lezen we straks even. Maar ik wil u tot nadenken meegeven. Genade niet geërfd. Hoort u dat goed? Genade wordt niet geërfd. Dus vandaar. Straks gaan we even verder met Bijbelcommentaar, bladzijde 513. Tot zover is het. Want ik heb toch nog iets meer te vertellen over genadegaven. Maar het gaat dus ook vooral over de genadegaven, waar we nu een hele voorverkondiging al over hebben. Maar ook die uitverkorenheid, hoe komt dat dan tot stand? Die verkiezingen, uitverkorenheid en die heidenen en die volheid des tijden. Daar hebben we al wat over gelezen en bestudeerd. Maar we willen dus nu eerst weer zingen met z'n allen. Psalm 119, vers 23. Psalm 119, vers 23. Dan pas wandel ik vol moed op ruime baan. Wanneer pas? Als we nederig zijn en die goddelijke liefde in ons hart hebben. Dat is het. Gods geboden in ons hart hebben. Laten we samen zingen Psalm 119, vers 23.
Wij zullen ons niet schamen voor die goddelijke liefde, voor die nederigheid. Daar hoeft u zich niet voor te schamen. Wij willen eerst een tekst erbij zoeken. Het is belangrijk wat ik hier probeer te zeggen, want we gaan ergens naartoe. En dat heeft te maken met die eerstelingen die komen, het overblijven. Dat zijn de eerstelingen weer. En die eerstelingen die, ja, die moeten iets tentoonspreiden. Daar gaan we naartoe. Dus vooral de vallende eredienst. Maar u beseft dat uitverkorenheid, dat kunnen mensen allemaal niet begrijpen. Dat komt vallende eredienst ook beter aan orde. En die verhardheid, dat is verschrikkelijk. Hoe verhard mensen zijn. En dat is interessant wat ik ook straks een beetje in Jezus de Wens der Eeuw nog naar voren haal. Maar ik wil even naar de Galatenbrief toe. Galatenbrief. U weet, als het goed is, hebt u de Galatenbrief allemaal bekeken, hoe ernstig die periode was. Galaten 1. Galaten 1. En dan vers 6. En we kunnen vers 3 er even bij pakken. Want het gaat ook over die genade namelijk. Galaten 1 vers 3. Genade zij u in vrede van God en Vader en onze Heer Jezus Christus. Dus de genade is u toegereikt. Laat ik het zo uitdrukken. Paulus spreekt hierover. Zo begint hij ook. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, omdat hij, opdat hij, let op dat hij, ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Dus God de Vader wil dat, Jezus Christus wil dat, heeft u de genade en vrede wil hij u geven. En uit deze nieuwe wereldorde, uit de grote reset, noemen ze dat tegenwoordig ook al, wil hij u uittrekken, wil hij u helpen. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid aan. En dan begint hij. Want hoe is het mogelijk? We snappen dit, we begrijpen dat. Die eerste, tweede genadegave begrijpen we. Dat hebben we allemaal besproken in Q1, kunt u nou eens nazien. En dan die heerlijkheid. Daar willen we naartoe, in eeuwigheid, in alle eeuwigheid. Ik verwonder mij. Ik verwonder mij ook. Waarin verwond ik mij? Dat en de Joden zo afvallig zijn geworden. Daar hebben we het hier ook over. En de Seventh-day Adventisten zo afvallig zijn geworden. Echt afvallig zijn geworden. Twee verbondsvolk. En de Zuid-Gemeene Kerken ook zo afvallig zijn geworden. Dus drie volken zijn allemaal afvallig geworden. Want ik verwonder mij, Paulus verwonderde zich ook toen. Toen waren de Zuid-Gemeene Kerken er nog niet en ook niet het moderne Israël. Dus bij deze. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in genade van Christus geroepen heeft. Weer die genade van Christus. Hè? Niet onze genade, wij doen niets. Ik doe niets. Overgebracht wordt tot een andere evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, verdraaien. Hoeveel wordt Romeinen 11 verdraaid? Het is niet normaal. Ze moeten bij ons komen, zegt de Joden. De Messias blijft de Joden. Wij hebben, nou ik noem het dan maar, hoornen, wij hebben vlaggen, wij hebben feesten. Ze moeten bij ons komen. Nou, de gereformeerden zeggen dat ook. Wij zijn het uitverkoren volk hoor. Wij hebben de waarheid. Wij hebben Calvijn. Dus de paus van de gereformeerde kerk noemt hij altijd. Wij hebben de biecht, wij zijn de priesters, wij zijn degene die de nieuwe wereldorde straks leiden. Wij zijn de leiders, de paus wordt de nieuwe wereldorde leider. Kom maar bij ons, nu moet je bij ons komen. Anders gaan we je vermoorden. Nou, dat zegt hij er niet achteraan, maar dat gebeurde wel. Zondagswet versus sabbatzondag kwestie. En Zevendaagsadventisten zeggen dat ook natuurlijk. Ja, je moet bij ons komen. Wij hebben de profetie. Wij weten het. Wij hebben ook de geestenprofetie. En ze leven er niet meer uit. Dus, al die drie volken hebben een gigantische dwaling. Hoe is dat mogelijk? En dan kunt u lezen. Ik verwonder mij, drie volken, dat gij, drie volken, zo haast wijkende van degene die u in genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Dan mag je dit. Dat allemaal nog lezen, die cijfer vloekt, die cijfer vloekt. Dus,
Er is en er gaat iets gebeuren. De genade van God komt nog één keer over deze wereld. Gelukkig, u weet dat, is de spaarregel natuurlijk. Maar hoeveel willen dat niet eens meer horen? Nooit van horen. Nou, het staat er duidelijk in het Nieuw Testament, heel mooi in Jacobus 5, vers 7 en 8. Vroeger regen, later regen. Wij willen eerst nog even die mooie psalm gaan zingen. Die kent u. Psalm 118, vers 4. Psalm 118, vers 4. Ik heb hem in volgorde genomen natuurlijk. En dan zingen we met z'n allen. De Heer is aan de spits getreden. Op het moment van die drie volkeren. Het inenten. Ook van de Joden. En ook van de Chatecumenenkerken. Is de Heer aan de spits getreden. Degene die mij hulpen biedt. Degene is een hoofdletter. God die biedt hulp. Ik zal gered uit zwaarigheden mijn lust en mijn hateren zien. U zult de hele Egypte, Exodus, zien. De nieuwe wereldorde, de Great Reset, zult u gaan zien. En dan zult u gaan zien hoe u vertrapt wordt. Laat het zomaar uitdrukken. Onder curatele wordt gesteld van de nieuwe wereldorde. En van de mensen die daarin zitten. Psalm 118, vers 4, gaan wij met blijdschap zingen, want God is onze helper en verlosser. Nou, nee. Laten we samen Psalm 118, vers 4. Geweldig mooi dat we zo ook mogen zingen. Met een heel droevig onderwerp natuurlijk. Maar wij worden gered door de Heer. Het is genade van God. Komt over deze wereld. Dan dat men ooit vertrouwt op mensen. Of zelfs van prinsen hulp verwacht. Moet u natuurlijk niet verwachten. Hè? Dat is overduidelijk. Niet van de nieuwe wereldorde. We gaan eerst de Heer zoeken in gebed. Wilt u samen met mij bidden. Dat we heel diep die waarheden in ons hart mogen krijgen. Al die drie volken, dat is een 3 plus 1 volk, die plus 1, dat vierde volk, alles heeft begrepen hoe dat geweldige mooie verlossingsplan in elkaar zit. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, u bent het die het wil en het werk moet doen. U bent het die ons die kracht kan en wil geven, dat wij inzicht mogen krijgen in dat geweldige verlossingsplan. Die verborgenheden hebt u bewaard voor deze tijd. Openbaring 10, de versen 7 tot en met 11. Daar ligt dat laatste nog in besloten. Er komt ook geen tijd meer, staat in openbaring 10, vers 6b. Alles op uw tijd. En wilt u ons helpen? Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn? Wilt u ons blijdschap ook in ons hart geven? Met een droevig onderwerp. Maar er komt een inenting. Vooral in die volgende eredienst zullen we dat bespreken. Dus
Daar gaan we nu al naartoe werken als het ware. Wilt u ons helpen? Heer Jezus, kom met uw Heilige Geest ook bij mij. Met die vurige kolen van het altaar. Op mijn lippen om die juiste waarheden, die geweldige mooie waarheden die u ook in mijn hart hebt gelegd, te mogen verkondigen. Dat bidden we van u om Christus Jezus wil, Vader in de hemel. Want aan u en aan onze geliefde Heiland alle lof en eer. Amen. U kunt zich vast voorstellen dat ik hiervan geniet. Dus u zit er tijdelijk in Engels tussen. Maar als u één keer dit gaat verstaan. Want we gaan verder. In vers 7. Wat dan? Van de Romeinen 11. Wat dan? Zegt Paulus. Nou komt in één keer een ommekeer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Het was een heel klein overblijfseltje. In de vijfde hervormingsperiode van de Heer Jezus zijn tijd, 70 na Christus. Wat gebeurde daar? Dat waren die laatste overblijfseltje Israëlieten die vluchten uit Jeruzalem vandaan. Die hadden in de gaten, er gaat iets gebeuren. U weet dat misschien nog, staat in Jezus de Mens der Eeuw. Er riep een man, 7 jaar voordat het allemaal gebeurde, riep in een stad luid van... Pas op, we vergaan, er gaat iets gebeuren, enzovoort. Ze wilden niet meer horen, enzovoort. We hebben allemaal alles besproken. Kunt u nog nalezen? Maar hier staat, wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Dat is duidelijk. Ze hebben niets gemist. Maar de uitverkoren hebben het verkregen. Een klein overblijfseltje. En de anderen zijn verhard geworden. Zo verhard. Hoe is dat dan mogelijk? Ja, licht verworpen. De Heilige Geest... Verworpen, kan niet vergeven worden, dat weet u ook. De Heiland is ook verworpen, dat weet u ook. Stefanus hoefde ze ook niet. Zo is het ook in de 7-daagse Adventiste kerk. Let goed op. Ik spreek eerst vooral over die twee verbondsvolken hier. Dit moet u lezen, twee verbondsvolken. Straks gaan we in op de Samaritaanse vrouw bij de put. Die moet ook ingeënt worden. Bereid je al een beetje voor op de volgende eredienst. Want ze zijn verhard geworden. Ze willen het nieuwe licht niet meer aannemen. En als ze het nieuwe licht niet meer willen aannemen. De tegenwoordige waarheid voor de 7e hervormingsperiode. Want dat betekent dat hoor. Wat Petrus hierover schrijft. De tegenwoordige waarheid. Er was toen een tegenwoordige waarheid. 5e hervormingsperiode. Er was in de 6e hervormingsperiode een tegenwoordige waarheid. En er is ook in de 7e hervormingsperiode een tegenwoordige waarheid. Nieuw licht dus. Niet aan willen nemen. Verketteren, met godsdienstknechten erbij verketteren, hebt u een gigantisch probleem. Leeft nu in de 7e-daagse Adventiste kerkgemeenschap. Vol op. Maar wij gaan verder, want er gaat nog iets gebeuren. Gelukkig maar. Gelijk geschreven is, vers 8. God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Even naar Laodicea. Hier wordt het over het letterlijk Israël gesproken. Dan gaan we natuurlijk naar Openbaring toe. Openbaring 3. Wat is daar aan de hand? Wat is met de Openbaring? Anders zegt, met de 7e-daagse Adventisten, Openbaring 3, Laodicea aan de hand. Dat moeten wij weten, moeten wij kennen. Wat staat daar? Ik weet uw werken. Ja, wij doen van alles natuurlijk. Nee, u weet niet dat die werken uit genade van God moeten komen. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Dan hadden ze het begrepen. Dan hadden ze het nog kunnen zien. En diegenen die straks koud nog heet zijn. Gereformeerde kerken. Die totaal of vrijwel niets aan het evangelisatiewerk doen. Vrijwel niets. Ze gaan nou, wat zendingswerk naar het buitenland toe. Maar hier in het land, ze staan niet op de straat. Nee, nee, nee. Zondag, maandag is een andere dag. Nou, moeten we ook nog voor de Heer werken. Maar dit zijn de 7e-daagse Adventisten. Niet koud nog heet. Wat gebeurt ermee? Ik zal u uit mijn mond spuwen. Nou, dat is ook bij de letterlijke Israëlieten gebeurd. Einde. Weet je ook van de 2520 en de 2300 jaren. Dagen. 1844. Dus. Een diepe slaap. Ogen om niet te zien. Ze zien er niet meer. En oren om niet te horen.
Tot op de huidige dag. Dat was toen zo. Letterlijk is het niet. Nu nog. Ze begrijpen het woord niet. Ze begrijpen helemaal niet wat hier staat hoor. In Romeinen 11. Want dan was hun gedachtensprong totaal anders geweest. Tot op de huidige dag. En met de zevendaagse adventisten precies hetzelfde. Zevendaagse adventisten kunnen u, zonder dat ze op hoogte zijn van de 3+1 verbonden, zonder dat ze op hoogte zijn van de 3+1 hoorden, kunnen ze openbaring niet goed uitleggen. En ook Romeinenbrief totaal niet goed uitleggen. Nou, dat is nogal veel gezegd natuurlijk. Want, dan moet je eens opletten. In vers 9, David zegt, dat is ook interessant, dat Mozes zegt eerst ook wat. In vers 9 van Romeinen 10, hebben we al gehad. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Zegt Paulus eerst. Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Wat geen volk is, u mag zeggen, door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Die letterlijke Israëlieten, en dat klopt ook, en misschien is het blij niet ook, die worden kwaad. Kwaad op de zevendaagse adventisten, ja, die hebben ook sabbat, maar ja, je moet bij ons komen. Dus wij zijn Joden, wij zijn ingeënt in de Joden. De staat Israël is al hersteld, kan dus niet, hebben we allemaal besproken. Er zal geen tijd komen, openbaring 10 vers 6b, hebben we net weer besproken. Dus u ziet, dan komt in één keer David aan het woord, eerst Mozes, Paulus weer, toen David, let maar op, en dan Paulus weer. We hebben al 3 getuigen. En David zegt, hun tafel, wij hebben ook tafels, die hangen hier vaak, dat weet u. Hun tafel, is een mooie vergelijking die David daar ook in maakt. 1843 jaar, 1850 jaar. Hun tafel wordt tot een strik. Dat is met de zevendaagse adventisten ook gebeurd. Die tafels worden hun tot een strik, want ze willen het niet meer horen. Ze willen 2520 die op beide tjaats staat, wordt tot hun een strik, want ze worden gewogen en te liggen bevonden. Over. Ook voor de zevendaagse adventisten. Dus ook David had het daar al over. Worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. 5 dwaze maanden geworden. En verkrom hun rug al een tijd. Dat verkrommen van die rug is wat anders hoor. Dat betekent, ze hebben niet een rechte rug. U kunt het allemaal in een zegeland opzoeken. U kunt ook zeggen, hun geweten is dichtgeschroeid. En dat is wat anders, heeft met de persoon zelf te maken. Maar dit is, een tafel wordt het tot een strik, een val, aanstoot, een vergelding voor hen, dat hun ogen verduisterd worden. Ze kunnen dit niet meer lezen. Ze kunnen dit niet meer begrijpen in Romeinen 11. Ze hebben licht verworpen. Ze hebben Jezus Christus verworpen. En zevendaagse adventisten hebben ook de waarheid verworpen. Licht verworpen. Ja, dat wordt pijnlijk voor de zevendaagse adventisten. En voor wie? De Joden. Maar het staat hier. Dus het is waarheid. Maar dan komt er een omslagpunt, moet je opletten. Zo zeg ik dan. Komt Paulus aan het woord. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Teken natuurlijk. Dat zij verder. Let op. Aha, de 10e keer dat er verder staat. Dat zij verder. Dat is de laatste keer. Dat is een belangrijk moment. Dus dat zij verder. Maar door hun val, de Joden hun val, is de zaligheid der heidenen geworden. Let nu op. Je moet heel goed de profetie kennen. Door de Joden hun val, is het, wat stond er? De heidenen, wat is er met die heidenen? Zaligheid der heidenen geworden. Tot zaligheid geworden. Door hun val, zevendaagse adventisten, ja dat gebeurt. Bij de zondagswet, dat weet u, voor de zondagswet, rondom de zondagswet, gaat de genade deur dicht voor de zevendaagse adventisten. Is de zaligheid de schattelijke menen geworden. Ik vertaal hem even voor u. Voor onze tijd. Om hen tot jaloersheid te wekken. Wie? Ten eerste natuurlijk de Joden. De christenen toen, na die tijd, verwekten de Joden, het geestelijk Israël, verwekten de Joden tot jaloersheid. Maar de zevendaagse adventisten nog meer.
Die hebben die profetieën, die kunnen dit allemaal verstaan. En daar moeten ze zelfs ook naar luisteren, dat is de eerste hoorn die staat. Hen tot jaloersheid verwekken. En dat is dus ook zo bij de Zuid-Ukemenenkerk. Die schrikt niet wat ik nu zeg, die verwekken de zevende dag staat, het is tot jaloersheid. Waarom? Ik weet nu zeker dat de Zuid-Ukemenenkerken het beter verstaan, onroepelijk beter verstaan, met name in de gereformeerde kerken, heb ik broeders, dat weet u, die verstaan volledig het verlossingsplan. De 3+1 hoornen, de 3+1 verbonden, de 3+1, u mag alles gaan opnoemen. Die zien die hele studies door, die zeggen, maar dit is waarheid. Die stapt ook rigoureus uit de kerken vandaan, nu al. 2021. Dus lieve broeders, nogmaals wordt de 7e-daagsadventisten ook tot jaloersheid verwekt door de Zuid-Ukemenenkerk gelezen. De achterlagen, de gereformeerde kerk. Kijk weer rechter ernaar. U zit al, nu komt alles erboven. Als u dit niet weet en niet rechten hebt bestudeerd en niet de profetenscholen hebt bestudeerd enzovoort. Zeggen, nou dit is waanzin waar die man over praat. Die slaat helemaal door. Dan moet je niet luisteren hoor, valse leren. Ziet u hoe dat tot stand komt? Ja, omdat ze licht verwerpen. Dan krijgen ze het niet meer. Hun harten zijn verhard geworden. Was dat hier ook zo? En anderen zijn verhard geworden. En God geeft hun een diepe slaap. Is dat ook in 2 Thessalonicenzen 2 zo? Ze krijgen niet meer. Laten we gaan er toch even naartoe. Besef goed waar we het hier over hebben hoor. Dit is echt de dieptes van het verlossingsplan. Wat er nu met Gods genade. Want ik ben zo dom zo, ik zeg het er nogmaals bij, in 2 Thessalonicenzen 2 ook uitgelegd. Vers 11, of anders 10, laten we daar maar beginnen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 10. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid is wetsovertreding, in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Dat willen we niet, weet u nog. Om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugens zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd Goden te danken over uw broeders, enzovoort, enzovoort. Dus, nu weer terug, wat ik u heb beloofd, zijn gebleven bij de tot jaloersheid verwekken. Hè? Let op vers 11. En straks naar vers 12 toe. Hebben we niet gelezen, maar dat willen we dus nu lezen. Genade, niet geërfd. Het maakt niet uit wat uw vaders of moeders hebben gedaan. En wie ze zijn. Ezekiel 15, hebben we het al begrepen? U moet persoonlijk kiezen. Ja, maar mijn vaders en moeders, die zijn toch niet verloren. Dan gaan we dat soort dingen ophalen. Dat is niet uw zaak en dat is ook niet mijn zaak. En ook niet van mijn vader en moeder, ook niet mijn zaak. Dat bepaalt God. Maar in die eindtijd wordt, in die zevende hervormingsperiode waar we nu zijn beland, wordt er iets van u en van mij verwacht. En dat is het volgende. Dit moet u beseffen, moet u begrijpen. Genade niet geërfd. De oude natuur die naar het vlees geboren is, bladzijde 513 in de midden. Hadden we al eerder gezegd, maar maakt niet uit, nu nogmaals. De oude natuur die naar het vlees geboren is, kan het koninkrijk van God niet beërven. De gevallen natuur kan het koninkrijk van God niet beërven. De oude wegen, de erfelijke neigingen van uw voorouders en gewoonten moeten worden opgegeven. Want genade wordt niet geërfd. Komt van God dus alleen. Nu zijn we weer met hetzelfde wat we continu hebben gezegd. De wedergeboorte bestaat uit het bezitten van nieuwe drijfveren. Een nieuwe smaak. Nieuwe goede neigingen, zet ik er even tussen. Zij die door de Heilige Geest tot een nieuw leven zijn geboren. De Samaritaanse vrouw bij de put, bij de Jacobs. Erom, hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat moet gebeuren.
en zullen in al hun gewoonten en bezigheden het bewijs leveren van hun verhouding tot Christus. Op alle mogelijke manieren. Dan draagt u iets uit. Nederigheid, liefde, ware, goddelijke, heilige liefde draagt u uit. Voor Christus. Dat zijn pas vruchten van de Heilige Geest. Als mensen die beweren dat ze christenen zijn, naam christenen, naam zevendaagsadventisten, naam joden, al hun natuurlijke gebreken in het karakter en gesteldheid behouden, in hoeverre verschilt hun instelling dan van die van een wereldling, van de nieuwe wereldorde, van de Great Reset die komt? Zij stellen de waarheid niet op prijs. Als iets dat heiligt en verfijnt. In uw karakter, in uw denken, doen laten. Zij stellen de waarheid dus niet op prijs. Nieuw licht dus niet op prijs. Zij zijn niet wedergeboren. Zuivere godsdienst, een beeld van Christus. Volgende quote, hoort erbij. Zuivere godsdienst is een beeld van Christus. Karakter van Jezus Christus in uw hart hebben het uitdragen. Liefdevol zijn. Niet love, love, love en al die filosofische love theorieën. Nee, liefde van Christus. Op hoogte zijn van het verlossingsplan, van het nieuwe licht. Zuivere godsdienst, nogmaals, is een beeld van Christus. Een godsdienst die gebouwd is op zelfvertrouwen en zelf, hoort u hem al, zucht, is waardeloos. Waardeloos. Dat vertellen u die theosofen en filosofen wel. Dat gaat u naar Google toe, dan googelt u daar. Ziet u zulke mooie verhalen. Nou, ik verafschuw die verhalen. En volgens mij de Heer ook, want ze begrijpen er helemaal niets meer van wat het verlossingsplan echt inhoudt. De echte christen is een volgeling van Christus. Dit volgen betekent in het licht wandelen, het nieuwe licht. Het hart moet openstaan om de hemelse gast met hoofdletter te ontvangen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zolang het hart is gesloten voor zijn binnenkomst, kan daarin geen blijvende vrede wonen. Dat zijn verharde harten. Die zijn verhard geworden. Voor Christus. Nieuw licht. Zijn verhard geworden. En dan kan er dus ook geen blijvende vrede wonen. Er kan geen zonneschijn, ook geen blijdschap, binnen de vertrekken van de ziel komen om de wolken van nevel te doorbreken. Het is één grote duisternis, mist, hoe je het maar noemen wilt. God sluit geen compromis met de zonde. Een echte bekering verandert erfelijke en aangekweekte neigingen tot het kwaad. Onthoud dat goed, lieve broeders en zusters. En dat is wat wij totaal tot ons door moeten laten dringen. Vanuit Gods woord vandaan. En ook vanuit de geest profetie vandaan. Ik wil hem daarom graag verder met u nog een vers lezen. We gaan even wat verder met onze discipelen, wil ik naartoe. Wie waren die discipelen dan? Een Johannes van Patmos bijvoorbeeld. Wie was die dan? Nou, daar gaan we naartoe. Maar dan wil ik eerst dit met u doorlezen, want dat wordt de sprong, als het ware, ik het zo mag noemen, naar volgende eredienst. Als we deze discipelen van Christus zonder de loep nemen, om eruit te drukken. Dus, jaloersheid hebben we allemaal begrepen, en dat zullen ze straks ook op u worden. En dat klopt dus, Joden, naam Joden, naam Zeven. Dagsadventisten en naam Christen. En indien hun val, de rijkdom is der wereld, de zevendaagsadventisten, die vallen, we hebben besproken vers 9, de rijkdom is der wereld, en hun vermindering, de rijkdom der heidenen, dus ze zijn minder geworden, het is een rijkdom voor de wereld, en een rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Daar komt dat woord, de volheid. Dan moet hij dat opletten. Dan hebben we al gezegd, Efeze 1 vers 10, hier is die volheid. En hier hebben we die volheid. En hier komt nogmaals die volheid. Hou hem vast voor die volgende eredienst. Let op. Die volheid, dat draait iets
thy zonen zo. Hoeveel te meer hun, letterlijke Joden, let dus op, hun volheid. Bewaar hem voor de volgende keer. Want ik spreek tot u heidenen, ja, de gemeene kerken nu, gereformeerden nu, achterlagen, noem ik dat ook heel vaak. Voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Geweldig. Ik maak mijn bediening heerlijk, zegt Paulus. Nou, daar ben ik ook mee bezig. Waarom? Paulus werkte voor de heidenen. Ik werk voor de, ja, de gemeene kerk. Daar voel ik mij voor geroepen. Echt, vanaf het begin. Om ook die zelden bij die 144.000 te krijgen. Dat is mijn roeping. Wist u niet, maar bij deze dan misschien. Dat is heerlijk om mensen, oprechte broeders en zusters, lief te hebben uit die gereformeerde kerken. Uit die achterlagen. Dat gaat veelvuldig gebeuren straks. Maar ook uit die evangelische kerken. Die totaal verkeerde kant op gegaan zijn. Ook uit de Messias beleidende Joden. Dat ze het gaan beseffen. Ook uit de katholieke kerk. Jazeker. Dat zou geweldig zijn als ze daaruit komen. Die gaan dat zien. We zijn gigantisch bedrogen in die priester die ons wel heilig maken kan. En heilig verklaren kan. Dat is een grote leugen. Dus bij deze. Voor al die bedieningen maakt Paulus zich heerlijk. En ik ook. Maakt mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken. Of ik enigszins mijn vlees, zegt Paulus, tot jaloersheid verwekken. En enigen uit hen behouden mogen. Dus, oh, Paulus, vlees, hetgeen wat hij doet voor God, dan noemt hij dat ook vlees. En dan kwam toch uit de Benjamin staan, hebben we toch bestudeerd. Dat was het minste van het minste. Allooi binnen de Joden. Maar dat waren die Benjamieten. Die hadden zulke verschrikkelijke dingen gedaan. Die moesten we niet. Ziet u dat? Mijn vlees, als Benjamin niet, tot jaloersheid verwekken. Ze zouden willen dat ze allemaal zoals Paulus waren. En enigen uit hen behouden mochten. Waren maar enkelen. Dat klopt, want die worden ingeënt straks. Maar toen ook zijn er ook nog een aantal Joden wel behouden geworden. Want indien hun verwerpen de verzoening is der wereld. Zoveel is met de Joden gebeurd. En de christenen worden verzoend. Doordat de Joden natuurlijk verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En dan kunnen wij verleren. Laat ik het zomaar uitdrukken. Ook geweldige mooie dingen hebben meegemaakt. Maar toch zijn gevallen en strik geworden enzovoort. Maar dan mogen wij van leren. Dat staat hier. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld voor u en voor mij is, zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden. Besef dat anders dan het leven uit de doden. We zijn geestelijk dood, dat weet u. Maar we worden aangenomen in die verzoening van Christus. En de Joden dus ook. Tot zover eerst waar ik mee verder wil gaan. Ik wil straks natuurlijk in de volgende eredienst naar vers 16. Met die eerstelingen heb ik u veelvuldig over gesproken. En dan wil ik nu naar het boekje Het Geheiligde Leven. De Bijbel is heilig maken. Is wat binnengekomen, hebben ze er geheiligd leven van gemaakt. Dat vind ik niet terecht, maar afgezien van dat, u weet hoe ik daar vaak over denk. Er is een hele hoop uit behandeld, dat ga ik niet behandelen allemaal. I30 bijvoorbeeld, bladzijde 53. De bitterste haat moest Johannes verduren vanwege zijn onwankelbare trouw aan het werk, let op, van Christus. Hij deed het door genade van Christus. Johannes in ballingschap, hoofdstuk 9. Maar wij willen nu iets lezen. We hebben ook al gelezen in PRB 25 een stukje, maar ik wil even naar iets belangrijks toe. Dat hardnekkige, daar gaan we naartoe. Dat is duidelijk, dat hebben we hier ook gelezen. En hoe gaat het dan? Bladzijde 54, Bijbelse heiligmaking. Gods getuigen niet tot zwijgen gebracht. U kunt niet in die eindtijd tot zwijgen worden gebracht. Zie Johannes van Patmos. En u weet, misschien mogen we straks ook horen van Johannes van Patmos dat hij niet is gestorven. Maar dat weten wij niet zeker. Want het zou de 28ste levende in de hemel kunnen zijn. Maar nogmaals, is niet zeker. Want het getal 28 is veelzeggend. Misschien is er iets anders bij. Misschien is dat ook Melchizedek, de 28ste. Dat zou ook kunnen, dat weten we niet. Maar afgezien van dat. We zien hier hoe onbuigzaam het hart
We zien hier hoe onbuigzaam het hart kan worden als het zich hardnekkig verzet tegen Gods bedoelingen, tegen Gods verlossingsplan, tegen Gods nieuw licht. De vijanden van de gemeente waren vastbesloten hun trots en macht, nieuw wereldorde macht, de macht van de leiders in de kerken, voor het volk te handhaven. Op keizerlijk bevel werd Johannes verbannen naar het eiland Patmos, weg met die man. Veroordeeld, zoals hij ons vertelt, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Openbaring 1 vers 9. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben. Openbaring 1 vers 9 kunt u erbij pakken. Ook Openbaring 12 vers 17 mag je erop bijpakken. En dan op bladzijde 55. Als iemand trots en verwaand is in het midden... als iemand trots en verwaand is vanwege zijn rijkdom, talent of persoonlijke eigenschappen. Dus persoonlijke eigenschappen, lieve broeders en zusters, doen er niet toe. Iedereen heeft een gave gekregen. Daar zijn we mee begonnen. Maar wat doet u ermee? In de grond begraven. Ja, maar ik heb zo'n strenge Heer. Dan weet u waarom de Heer Jezus dit heeft gezegd. Gij, mag ik het zelf gaan invullen, lees de... Geef je een handje door. Als iemand trots en verwaand is vanwege zijn rijkdom, talenten of persoonlijke eigenschappen, moet hij op een heldere sterrennacht, dat vind ik een prachtige uitspraak namelijk, eens naar buiten gaan en omhoog kijken. Dat heb ik wel eens gedaan hoor, prachtig vond ik dat. Ik kan wel uren naar blijven kijken. Wat een grote God hebben wij. Het is geweldig. Als je daarmee bezig bent en dat gewoon eens doet, en doet dat eens, dan ziet u al die sterren en dan ziet u, we hebben allemaal naampjes gegeven en die belangrijke grote sterren in het midden. Ik denk, jongen, wat groot. Miljoenen lichtjaren hier verwijderd. Wat willen we nou? Simpele ziel. Ja, dan blijft er niets meer van u over. Dan is trots en rijkdom, talenten, persoonlijke eigenschappen zijn allemaal weer geweldig. Moet hij op een heldere sterrennacht eens naar buiten gaan en omhoog kijken. En leren zijn trotse geest te vernederen. Ja. In tegenwoordigheid van de oneindige heiland. God de Vader. En de Heilige Geest. Wij willen ietsjes verder gaan. Met die nederigheid. Dat moeten we zijn. We moeten nederig zijn. Als je niet nederig wilt zijn of wilt worden. En wat dan? Past het niet in de hemel. Het is alleen maar dienen daar. De nederigen dienen de nederigen. En er is maar één die... Dat belangrijk is. En dat is onze geliefde heiland, onze zaligmaker, weer benadrukt. Onze middelaar. Lieve Heer Jezus, dat wij dat maar eens beter mochten verstaan, zeg ik heel vaak. Lieve Vader in hemel, wat bent u goed voor ons geweest om die uw zoon, onze heiland, hier naar deze wereld, verschrikkelijke wereld te zijn. Maar zo lief had u Vader in hemel. Jezus Christus, deze wereld, dat u dat hebt gedaan. En dan komt die nederigheid van Johannes. Ook van u moet dat zijn. Bladzijde 59, ons de gedeelte. De nederigheid van Johannes. De geliefde discipel kreeg zulke verheven voorrechten, zoals zelden aan stervelingen vergund zijn geweest. Openbaring. En wij mogen uw openbaring begrijpen. Die zijn u en mij verheven. Wat doet u daarmee? Wordt u ook zo nederig als de Johannes van Patmos? Omdat hij dat allemaal zag en begreep. Wij begrijpen nog meer, kan ik u wel vertellen. Hij was zo nauw verbonden met Christus, zat in deel verbonden hoor. Dat er in zijn hart geen plaats was voor trots. Is het bij u toch ook niet? Als ik iets verafschuw, is dat het wel. Zijn nederigheid was niet slechts een belijdenis. Ja, ik beleid dat ik Christus volg. Het was een eigenschap, zat in zijn hart, die hem bedekte als een gewaad, het kleed van gerechtigheid. Was over Johannes van Patmos heen. Hij probeerde steeds zijn eigen daden van gerechtigheid door geloof, pas dus nu op, te verbergen en alles te vermijden wat de aandacht op hem zou richten.
In zijn evangelie spreekt Johannes over de discipel die Jezus lief had. Maar hij verbergt het feit, en het klopt, dat hij zelf deze geëerde discipel was. Hij staat gewoon in het verlossingsplan. Wij kunnen allemaal in dat geweldige verlossingsplan zitten. Die drie broers die ik goed ken, die zitten alle drie in het verlossingsplan. Zaterdag, Mezeg en Abednego. Ik weet niet hoe het afloopt hoor. Ze kunnen ook nog vallen, ik kan ook nog vallen, duidelijk. Maar we zitten wel in het verlossingsplan. Dat is heel interessant. Voor zelfzucht was in zijn leven geen plaats. In ons leven toch ook niet. In zijn dagelijks leven onderwees en beoefende hij liefde in de ware betekenis van het woord. Geheilige liefde, goddelijke liefde. Hij was de goddelijke natuur deelachtig. Hij was zich diep bewust van deze liefde. Die tussen de natuurlijke, zowel als de geestelijke broeders behoort te staan. Natuurlijk, de mensen om je heen. Als de geestelijke broeders behoort te bestaan. Hij noemde deze liefde als een noodzakelijk kenmerk van de volgelingen van Jezus Christus. De vierde definitie van karaktervolwassenheid. Zonder deze goddelijke, geheiligde liefde heeft het leven van een christen geen zin. Ik spreek, lieve broeders en zusters, en zuster White spreekt niet over die love, love, love stories. Die spreekt over die goddelijke liefde. Johannes onderwees praktische godsvrucht. Ja, dat is heel wat anders dan werken. En daar waren we hier toch mee bezig. Praktische godsvrucht. Wat hij door de Heilige Geest had ontvangen. Zoals de Samaritaanse vrouw. Hij onderwees onfeilbare gedragsregels die in de wet genoemd staan voor de christenen. Dat is karakter van God. Ze moesten zuiver van hart en van onbesproken gedrag zijn. In geen enkel geval mochten ze tevreden zijn met een uiterlijke belijdenis. Mooi gezicht. Hij verklaarde in niet mis te verstaande bewoording dat een christen iemand is die op Christus gelijkt in doen en laten. Gevoelens en gedachten. Het leven van Johannes was een ernstig streven om naar de wil van God te wandelen. Dat willen wij toch ook? De apostel volgde zijn heiland zo nauw en had zulk een besef van de zuiverheid en heiligheid van zijn geliefde heiland, onze geliefde Heer Jezus Christus, dat zijn eigen karakter daarbij vergeleken volgebreken was. Volledig volgebreken. Herkent u dat in uw leven? Nou, ik wel. Ik denk, lieve Heer Jezus, wat heb ik toch veel verkeerde dingen gedaan. En ik doe ze nu nog. Hoe is dat dan mogelijk dat ik er weer in val? Zijn die grote dingen niet meer van vroeger, maar ze zijn er nog. Ga niet zeggen, want ik ben heilig. Dat ben ik niet. Ik leef zonder zonde. Nou, dat leef ik niet. Dat zal ik nooit zeggen. Want in mijn gedachten zijn er dingen die verkeerd zijn. Nou, zijn er. Bij u ook, snapt u het? Begrijpt u het? Wilt u er naar leven, zoals Johannes van Patmos, naar het beeld, heiligheid, zuiverheid van Christus? Toen Jezus in zijn verheerlijkte gedaante aan Johannes verscheen, en die kan ook aan ons verschijnen, hè, dat weet u, was een enkele blik voldoende om hem als dood te doen neervallen. Jesaja 6, lees het nog een keer goed door. En pak een Bijbelcommentaar erbij voor Jesaja 6, lees dat hele stuk eens goed door. Dit zal altijd het gevoel zijn. Altijd. Dus tot in eeuwigheid. Van hen, van u en mij, die hun Heer en Meester het beste kennen. Ik ken mijn geliefde Heer Jezus zo goed, er blijft niets van mij over. Lieve Heer Jezus, help mij. In mijn verkeerde gedachten, gevoelens en gemotiveerdheid. Hoe meer ze nadenken over het leven en karakter van onze geliefde Heiland, des te meer zullen ze hun eigen zondigheid beseffen. En die beseffen. En ik ben er al lang niet. En des te minder zullen ze geneigd zijn zich te beroemen op heiligheid van hart. Of beweren geheiligd te zijn. Lieve broeders en zusters, dit is zo geweldig mooi. We gaan hier nog wat meer uit citeren straks. Maar ik wil eerst weer terug. Naar
Die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron, die had ook iets begrepen. Ah, wat had die begrepen? Wat had zij begrepen? En dan komen we bij dat laatste gedeelte, bladzijde 150. Ik die met u spreek ben, dat zei de Heer Jezus tegen deze Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Dat veracht de volk. Verschrikkelijk. Die Samaritaan mocht ze niet eens meer spreken. Ja, ze mocht er wel handel mee drijven. Ook goochem, als het om geld ging, dan waren de Joden erbij. Nou, dit is verschrikkelijk, lieve broeders en zusters. Maar let eens op wat daarna komt. Broeders en zusters in de Sjatu Gemeene Kerk, alle kerken. Joden ook. Maar Joden moeten nog ook opnieuw ingeënt worden. Maar u moet dit gaan begrijpen. Deze vrouw, daar gaat het om. Toen deze vrouw deze woorden hoorde, deze zet ik erin bij, want deze die kunnen ook bij die 144.000 horen. Hoort u mij zeggen? Openbaring 7, Openbaring 14. Sprong geloof op in haar. Ze begreep iets. En waarin? In haar hart. Zij nam de heerlijke boodschap aan van de lippen van de goddelijke leraar. Zo moeten wij ook spreken. Willen we bij die 144.000 horen, dan moeten we een goddelijke leraar zijn. Dan moeten we die goddelijke natuurdeelachtig zijn. Deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, deze gemeente, die gereformeerden in al die Sjatu Gemeene Kerken, was in een ontvankelijke gemoedstoestemming geraakt. Natuurlijk, die crisis was er ook in onze tijd, let op. Ze was bereid om de hevenste openbaring te ontvangen. Uit openbaring. Beseft u dat? De verhevenste openbaring te ontvangen. Uit de evangelie. Want ze stelde belang in de schriften. Uit de brieven van Paulus, Jacobus, Johannes, Petrus, Judas enzovoort. Want ze stelde belang in de schriften. Ze duwde het nieuwe licht dus niet weg. En de Heilige Geest, dan pas kan de Heilige Geest namelijk werken, had haar hart voorbereid om meer licht, nieuw licht, meer licht te ontvangen. Dat gaat gebeuren, lieve broeders en zusters in de Sjatu Gemeene Kerk. En dat zal de zevendedags adventisten tot jaloersheid verwekken. Leest het goed? Dat zal de Joden nogmaals tot jaloersheid verwekken. Maar een overblijfsel uit de verkiezing in die laatste tijd, die gaat dat zien, die gaat dat begrijpen. Om meer licht te ontvangen. Ze had de belofte uit het Oude Testament bestudeerd, dus ze was op de hoogte van de schrift. U toch ook? Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Heer, uw God, u verwekken. Dat staat in de vijf eerste boeken, in de Torah van de Bijbel. Boeken van Mozes. Naar hem zult gij luisteren. Zij verlangde er naar deze profetie te begrijpen. De wederkomst te begrijpen. Toen de komst en nu de wederkomst. Het licht drong reeds door in haar gedachten. Haar gevoelens. Gedachten en gemotiveerdheid. Dus ze doet ook nog iets na die tijd. Ze had een goed gevoel. Toch voelde ze dat hij haar vriend was. Ze had dus ook een goed gevoel. Dus gevoelens, gedachten en gemotiveerdheid. Komt hierna. Het water des levens, het geestelijk leven dat Christus geeft aan iedere dorstige ziel. Aan u en heeft hij het ook aan mij gegeven. Hij wil het ook aan u geven. Juist in die zevende hervormingsperiode. Was begonnen in haar hart op te springen. De geest des Heren was werkzaam in haar. Dat is het. Ook in u. Bij die spaanregen. Hebt u de kans? En al eerder. De eenvoudige verklaring die Christus aan deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, dat geestelijke Israël, gaf, had niet aan de eigen gerechtigde Joden gegeven kunnen worden. Had niet aan de eigen gerechtigde zevendedagse Adventisten gegeven kunnen worden. Dat staat daar. Je moet wel twee keer lezen. Twee keer verbonds lezen. Oude verbond, nieuw verbond.
Het eeuwverbond komt er nog aan, dus let op. En we hebben een genadeverbond, dat weet u ook. Wanneer Christus tot hen sprak, tot wie? Tot de Joden. Sprak hij, en was hij, veel omzichtiger. Voorzichtiger. Ze konden dat niet aan hun oren verdragen. Dan kon de Heer Jezus zijn werk niet eens afmaken. Dat gebeurt nu ook. Weet u wel. Ik zal u wat vertellen. De Heer Jezus, ik vertel mij dingen. Waarom? En ik heb soms ook waarom. Lieve Heer Jezus, waarom gaan deze 1.500 video's niet de wereld in? Wat is er aan de hand? Het is van God, het is niet van mij, lieve mensen. Het is van God. De eenvoudige verklaring die Christus aan deze vrouw, ik was ook een gereformeerde, gaf, had niet aan de eigen gerechtigde Joden gegeven kunnen worden. Had niet aan de eigen gerechtigde zevendedagse Adventisten gegeven kunnen worden. Dat kan niet. Die eigen gerechtigde Joden, die worden zo kwaad, het moet wachten tot de zondags. Deze wereld kan het niet verdragen wat hier in de eredienst wordt verkondigd. Ja, straks wel. Als u dit luistert, dan wel. Let op. Wanneer Christus tot hen sprak, was hij veel omzichtiger. Dus daarom zegt de Heer Jezus, zei tegen mij. Martin, dat mag nog niet. Martin, jongen, je moet rustig aan doen. Want, dat komt wel. Op mijn tijd. Wees sterk. Wacht op de Heer en wees sterk. Antwoord. En hier zien we dat ook. Antwoord. Dat wat de Joden onthouden was en wat de discipelen later in het geheim moesten bewaren, werd aan haar geopenbaard. Is dat niet geweldig? Jezus zag dat zij haar kennis zou gebruiken om anderen tot hen te brengen, ten einde in zijn genade te delen. Daar komt weer, ten einde in zijn genade te delen, ten einde in deze genade te delen, in die eindtijdgeschiedenis. In deze tegenwoordige tijd is het tegenwoordig licht in die eindtijd te delen. Ook die laatste Samaritaanse vrouw, ook die gereformeerde gemeenten, christelijk gereformeerde gemeenten, hervormden, baptisten, Sardeslijn, maar ook die katholieke lijn en ook die valse profetenlijn, ik noem ze allemaal op, die kunnen ten einde nog in die genade van Jezus Christus delen. Hoe vindt u dat? En dat gaan we volgende eredienst onderzoeken. U bent degene die geroepen is, uitverkoren is. Want dat staat hier allemaal. En overblijft tot de verkiezing. Ja, wij zijn, nee, u gereformeerde niet. En u zevendedagse Adventisten, ja, had gekund, maar u wilt niet. Op het overblijft vandaag. Joden, had gekund, maar u wilt niet. Voltooid verleden tijd. Ja, op een overblijft vandaag. In die allerlaatste tijd. Valse profeten, u hebt een verkeerde afslag genomen, maar u kunt daar nog bij horen, zal ik menen. Ja, lieve broeders en zusters in de katholieke kerk, u kunt nog daar uittreden. Ga uit van haar, mijn volk, dat kan nog. Maar dat wordt een ommekeer. Was bij mij ook zo hoor. Dan gaan ze de spot met u drijven. Ouders staan tegen u op en kinderen tegen ouders op. En wat er dan wel niet gebeurt, dan komt Daniël 12 vers 1. En er komt een crisis aan, een tijd dat benauwd is, als nog nooit geweest. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus aan Daniël, om precies te zijn. Dus besef waar wij het hier over hebben. Die val moest wel komen. En die val van de zevendedagse Adventisten moet nog wel komen. Want dan krijgen we toen heidenen, nu al die Chateau-Gemeene kerken nog een geweldige kans. Want dan wordt die uitstorting van die spaarregelen bekend. En dan moeten wij het werk doen. En ik hoop ook dat ik erbij mag zijn. U wilt daar toch ook bij zijn. 144.000 is niet veel. Maar in zaken wat er allemaal is gebeurd bij al die volkeren, heel veel. Wat een genade van God krijgen wij, u en ik, met z'n allen, om die luide roep te kunnen en te mogen brengen. Amen. We gaan terug naar die mooie psalm, die opgewekte psalm.
Nou, dat is het wel natuurlijk. Want wij mogen ook opgewekt worden. In nieuwheid des levens. En in Jezus Christus krijgt alle lof en eer daarvoor. Dan gaan we naar Psalm 118, vers 5. Psalm 118, vers 5. Toen ik de heidenen aanzag rukken, hoort u dat? Heb ik in 's Heeren kracht gestreden. Maar nu positief om ze te redden. Ik hiel ze in 's Heeren naam aan stukken. Dat gebeurt dus nu niet. Maar wel hun geloof aan stukken. Dat is het. Dat ze in nieuwheid en nieuwe kracht mogen leven. Vertrouwende op die naam alleen. Op God alleen. Laten we samen zingen. En geestelijk dit benadrukken. Psalm 118, vers 5. In gebed. Niet door geweld, niet door vuur, maar door mijn geest. Hen in de naam des Heren, die mij goedgunstig bijstand bood. U beseft al hoe wij straks in die eindtijd moeten werken. Door Gods heilige geest, niet met geweld. Dat doet de vijand van God. Dat doen wij niet. Laten we samen de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u met uw Heilige Geest bij ons wilde zijn. Er staan zulke ontzettend mooie dingen in uw onfeilbaar woord, in de geest de profetie. Alles wat u hebt gedaan bij de Jacobsbron voor die Samaritaanse vrouw, wat een geschiedenis hebt u daar neergelegd voor ons, voor de eindtijd. Wat voor geschiedenis hebt u aan Paulus laten zien, aan Johannes van Patmos laten zien? Met name ook in Romeinen 11, maar ook in Openbaring. Heren, 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 kom ook over ons dat we daar anderen mee kunnen helpen, kunnen mee bemoedigen. Dat ze aan de studie gaan, dat ze zelfstandigen. U moet leren kennen, want het is niet een iegelijk die zegt, heren, heren, zal het koninkrijk Gods beërven. Dat ze dat gaan verstaan. Heere Jezus, u bent een goed en genadig God, lieve Vader in de hemel. U wilt met uw goede tierenheid en met uw genade al uw oprechte kinderen thuis halen, samen met uw Zoon en met de goddelijke Heilige Geest, de derde persoon in de Godheid.
Wilt u ons helpen dat we geen verkeerde dingen doen. En dat we als getuigen voor u op kunnen en mogen treden. Vooral in die eindtijdgeschiedenis. Dat bidden we van u om Christus Jezus. Onze geliefde Heer zijn naam. Amen. Ja, we willen toch allemaal graag werktuigen in de hand van onze geliefde heilanden worden. Ja, en dan zingen we straks. Ze hadden mij omringd als bijen. Hadden, voltooid verleden tijd. Maar zijn als doornend vuur vergaan. Dan komt het vuur. Besef u al wat er allemaal speelt? Ik mocht hen in 's Heerenkracht. Dat komt. In 's Heerenkracht. Geestelijk. Niet door vuur, niet door geweld, maar door zijn geest bestrijden. Gaan we straks zingen. Maar eerst nu de inzameling waar u mee kunt helpen om het werk van de Heer ook verder voortgang te laten vinden. Dat we iedereen kunnen bereiken. Die droeg ons voorgeslacht. Geweldig, daar zijn we nu mee bezig. Zoals je hebt gehoord is het een beetje andere intonatie als de liedboek voor de kerk. Er zitten wat langere tels noten in. Maar dat maakt niet uit. Woorden zijn prachtig. Laten we samen gaan staan en ook staan blijven om de zegen van God te ontvangen. En samen te zingen op Psalm 118 vers 6. Bewaart zijn gunstgenoten, u en mij. De Heer heeft zelf mij uitgerukt. Uit die Babylonische kerk vandaan. Is dat niet geweldig? Lieve broeders en zusters, dat verlossingsplan zit geweldig in elkaar. Daar mogen wij van genieten. Laten we samen de hoofden buigen om ook die zegen van God mee te mogen krijgen. Laten we de hoofden buigen. De Heer zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.